Opeens bewoog de grond en de steen werd weggerold. Volmaakte liefde won zelfs van het graf. Nee, dood, jij heerst niet meer, want de opgestane Heer heeft al je macht gebroken. Want Jezus leeft in eeuwigheid, verrezen Heer in heerlijkheid. Verheven en verheerlijkt, Jezus, hij leeft. Amen. Lieve mensen, gasten, mensen die hier al vaker komen, van harte welkom op deze paasmorgen hier in Life Church Nijkerk. Het is een uurtje eerder nu, hè? Maar fijn dat u er allemaal bent. Voordat wij gaan beginnen, een paar korte mededelingen. De eerste is, op deze mooie dag hebben wij ook een jarige in ons midden en dat is Dirk-Jan. Dirk-Jan, gefeliciteerd. Yes, hartstikke goed. En zoals u allemaal even kunnen zien, Dirk-Jan heeft heel veel lekkers meegenomen. Nee hoor, dat is voor de bring and share. Dat betekent dat wij aan het einde van deze dienst, ook voor de gasten, zeer welkom. Koffie, thee, alles staat klaar, maar ook iets lekkers. We hebben dat allemaal meegebracht voor elkaar. We delen het leven, we vieren het leven en we vieren ook het eten wat we met elkaar hebben. En we delen ook de mooie gesprekken. Dus ook als gast bent u meer dan welkom. Ook al heeft u niks meegenomen, eet het lekker op. Collecten. Als het goed is, een QR-code, die kunt u scannen. En zit u in de appgroep, dan krijgt u ook vandaag of morgen in de appgroep de code en het verzoek om ook daaraan te denken. Aankomende woensdag begint de at-home weer. At-home zijn kleine kringen waarin we als gemeente bij elkaar komen, eens in de twee weken. Dit is heel mooi om God te aanbidden in deze diensten, maar we delen het leven ook op de at-homes. Ben je nog niet aangesloten, wil ik je echt vragen, en we doen het wel vaker, maar ja, is misschien de kracht van de herhaling. Sluit je aan bij een at-home. Het hoeft niet voor altijd, maar je kunt ook zeggen, joh, ik kom eens een keertje langs. Kijk wat er is, er zijn meerdere at-homes. Kijk op de site van livenijkerk.nl, daar staan alle at-homes op. Er zijn verschillende at-homes waar je gewoon bij elkaar komt, maar ook een crea-at-home, een eet-at-home, een mannen-at-home, vrouwen-at-home. Ja, vrouwen-at-home. Ook eentje op de woensdagochtend, laat ik het zo zeggen. Genoeg voor iedereen. Ja, dus wees welkom. Band of Brothers, mannen, 6:15, aankomende vrijdag, hier on stage, gaan we bidden voor de gemeente. Fantastische tijd natuurlijk om bij elkaar te komen. Daar delen we ook het leven, bidden we voor elkaar, bidden we voor ons werk, bidden we vooral ook voor de gemeente, onze gezinnen, iedereen die op ons pad komt. En zeer bemoedigend. Dus ben je nog niet geweest, kom gewoon eens een keer op tijd je bed uit. Laatste wat ik heb, dat is aankomende zondagavond is er een worship night. Hier op het plein staat 7:30. 7:30. En dan gaan we God aanbidden. Die grote God die opgestaan is, waar we van mogen getuigen in ons leven, maar ook aankomende zondag hem weer gaan grootmaken in een worship night. Kom niet alleen. Probeer eens te kijken van, hey, wie zit er in mijn directe omgeving om mee te nemen. Misschien nooit meegemaakt, maakt niet uit. Je doet mee, je doet niet mee, je gaat staan, je gaat zingen. Het is vrij voor iedereen, dus voel je ook vrij om te komen. Nodig mensen uit. Het is een mooie manier om onze grote God te aanbidden. Ik wil voorstellen om kort te beginnen met gebed. En daarna gaan we starten met de dienst. Jezus leeft in eeuwigheid. Vader, dank u wel. Dat u bent opgestaan, Vader, na 3 dagen. En dit klinkt al meer dan 2000 jaar. Maar elk jaar is nog steeds bijzonder. Vader, dank u wel dat u niet weg bent gebleven, maar dat u terug bent gekomen. Opgestaan, de dood hebt overwonnen. Dat u nu zit aan de rechterhand van God en uw geest hebt gegeven in ons hart. Die ons helpt om te geloven, die ons helpt om uit te reiken naar de stad, naar de gemeente, naar elkaar. En bovenal ook uw naam groot te maken. Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Heer, wil u bidden, wilt u een zegen geven over deze dienst. Wilt u geven dat we een mooie tijd mogen hebben om u te aanbidden. Vader, zegen het in de naam van Jezus. Amen. Ik had alleen nog één dingetje, zie ik staan nu. Dat is voor mij iets, ik weet niet, voor de kinderen. Er staat in ieder geval op dat de kinderen naar voren moeten komen. Dus basisschoolkinderen moeten naar voren komen, staat er. En ik Rob, heb jij misschien iets geregeld of zo? Iemand, heb je, oh, je hebt iemand, komt er een gast? Oh, nou. Alle kinderen, basisschoolleeftijd, kom eens even. Ik zou niet weten wie hoor, staat er niet op. Kom eens even, moet je het trappetje even vrij houden, denk ik. Ga er maar even lekker voor zitten.
Wat ben je verdrietig, Jubelientje? Ja, Vader God, ik ben eigenlijk best wel heel erg verdrietig. Maar waarom ben je verdrietig, Jubelientje? Nou, ze zeggen allemaal dat ik er zo raar uitzie. Dat ik van die gekke staartjes draag. Ze vinden mijn naam raar en dat ik altijd aan het zingen ben. Oh, maar dat is niet leuk dat ze dat tegen jou zeggen. Nee, ik word er ook best wel een beetje verdrietig van. Want ik hou heel erg van kleur. En ik hou ook heel erg van zingen en om mijn haar mooi te maken. Ja, dat begrijp ik wel. Want ik hou ook heel erg van kleur en ook van zingen. Daar word ik heel blij van. Ja, nou, ik dus ook. Alleen, ik verstop me liever. Dan kunnen ze ook helemaal niks lelijks over mij zeggen. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ik heb jou juist zo bedacht en gemaakt. Dat je vrolijkheid brengt voor de mensen om je heen. En dat als je zingt, dat mensen erdoor geraakt worden. En ik werd zelfs al blij van jou toen ik jou nog aan het maken was. Echt waar? Ook in deze kleren? Ja, zeker. Ik word blij van jij. Ja, van jou, juist. Want weet je wat mij ook opviel? Je straalt. En weet je wie er ook opviel trouwens? Mijn zoon Jezus. Mensen vonden hem ook raar en anders en ze deden soms lelijk tegen hem. Ja, en ja, dat weet ik, Vader God. En als ik daar dan over lees of over nadenk, dan word ik daar eigenlijk gewoon wel heel erg verdrietig van. Ja. Zie je, Jubelientje, ook dat heb ik aan jou gegeven en ook in jou verweven. Dat mooie en dat zorgzame hart van je. En dat had Jezus ook. En zijn hart was zo enorm groot dat hij, ondanks dat heel veel mensen lelijk tegen hem deden, hij toch aan het kruis is gestorven, juist voor hen. Ja, maar hij is wel weer opgestaan, Vader God. Ja, precies. En met dat is er ook nieuw leven, Jubelientje. En jij mag dus zijn wie je bent, in al je pracht en praal, met al je mooie kleuren. Echt waar? Ja, lieve Jubelientje, echt waar. Ik heb je met zoveel liefde gemaakt en bedacht. En dat mag je laten zien in wie je bent en in wat je doet. Dus ik mag de rok dragen die ik mooi vind? Ja, dat klopt. En ik mag zingen als ik wil? En ik mag die mooie staartjes in? Ja, lieverd. Je mag tevoorschijn komen en Jezus' liefde en goedheid door jou heen laten stralen. En dat je door hem ook mag laten zien hoe goed mijn zoon is. Oh ja, dat wil ik. Ik wil dat Jezus door mij heen schijnt. En dan dat ik gewoon al die mooie kleren kan dragen. Oh, ik ben weer helemaal blij geworden, Vader God. Dank u wel. Nou, en ik ook, lieve Jubelientje. Wat ben ik toch blij met jou. Ah, dank u wel. Weet je, ik ken daar een liedje over. En die wil ik graag voor jullie zingen. Luister maar. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou. Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin, God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je balt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. God houdt van jou, hij is vol liefde. God houdt van jou. Fijn om bij elkaar te zijn deze ochtend en elkaar te mogen ontmoeten. Ik stond bij de deur, bij de inkomst, om even te bewonderen alle eten die binnenkwam. En dat ik weet waar ik moet zijn, aan tafel, als dat belletje gaat zo aan tafel, dan daar moet ik zijn. Ik heb een aantal dingen gezien, dat dacht ik. Nee, ik ben niet de eerste op de rij, maar ik heb zin in vanochtend om deze dag met jullie te delen. En met elkaar te delen en met onze Heer te delen. Ik begin eerst met Gods woord te delen met ons. Dan gaan we over naar een stukje aanbidding. Wat is aanbidding? Aanbidding is ons geven aan God. En dit is ook ons geven aan God.
terwijl we naar het woord luisteren. Misschien is er een beetje rumoerig in de dienst. De kinderen zijn allemaal erbij. So, welcome kids. Heel fijn dat jullie in de dienst zijn met ons deze dag. En laten we daarvan genieten. So, vrijdagavond zijn we stilgestaan bij het kruisiging van Jezus. Vier mensen hebben ons meegenomen in het verhaal van een tuin die heet Gethsemane naar een heuvel die heet Golgotha. Is dat juist een goed in Nederlands? Golgotha? Golgotha. Thank you, Laura. Okay, als ik verkeerd zeg, Laura, just remind me. Golgotha. Hè? En ik merk elke keer dat ik dit verhaal hoor, het maakt een indruk op mij. Het is een indrukwekkend verhaal dat het maakt een imprint op mij. Ik vind het komt echt binnen als je dit verhaal elke keer hoort. En ik kijk naar dit kruis hier voor ons, die heel mooi getimmerd is door, ik denk, Boas. Boas, je hebt zelf getimmerd. Je vader, door tuin. En vanochtend is een beetje meer realistisch, met lijkt me heel veel bloed op. En zo zag het kruis wel eruit. Maar ik zat op vrijdag te denken van hoe verschrikkelijk mooi is dit. Hoe verschrikkelijk mooi is dit kruis. Verschrikkelijk omdat het vertegenwoordigt hoe onze Heer Jezus vermoord was op een kruis. Maar ook mooi omdat Jezus ervoor koos om daar te blijven hangen voor jou en voor mij. Het is iets die vertegenwoordigt iets die verschrikkelijk is, maar ook die iets heel mooi is. Hij bleef er hangen omdat hij wist dat het de enige weg was. De enige weg om de mens met zijn vader te verenigen. Om de herstel en relatie te vinden tussen zijn vader en ons. Dat onze zonden, onze misstappen, onze misdaden, zo je kan zeggen, maar allemaal gedeeld hier op het kruis. Alles die tussen ons en God stond, was op het kruis gedeeld door Jezus. En vrijdagochtend stelde Boas was een van de vier mensen die dat verhaal vertelde. Hij stelde de vraag aan ons: wat als Jezus met zijn kruis op zijn rug, onderweg naar Golgotha, heeft besloten om het kruis van zich af te werpen? Wat als Jezus gezegd had: genoeg, ik ben klaar om mij, ik wil niet verder en ik kan niet verder. En dat vraag die hij stelde kwam echt binnen bij mij. Ik ben nooit stilgestaan bij deze vraag. Wat als Jezus heeft ervoor gekozen om het niet te doen? En ik denk vaak voor ons, wij denken ja, hij was maar God en hij was een beetje op autopilot. En hij moest het gewoon doen en hij gaat gewoon door, Jezus. Maar hij was ook volledig mens. En hij kon kiezen om het niet te doen. Wat als Jezus het kruis van zijn rug heeft afgeworpen en zegt: ik stop ermee, ik kap ermee. Hoe zou het voor ons vandaag zijn? In de tuin van Gethsemane, Jezus bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Deze drinkbeker van bitterheid die ik moet tot mij nemen. Deze drinkbeker van de zonde, van wat alles wat vies is in de wereld. Ik moet dat tot mij nemen. Jezus wist wat hem te wachten stond. Daarom bad hij dit. Hij wist dat was iets, de kruis wachtte op hem. Hij heeft het meerdere keren gezien in de omgeving. Dit was niet iets die heel speciaals was voor Jezus, een kruis. Heel veel mensen werden gekruisigd in die tijd door het Romeinse Rijk. Criminelen, moordenaars, op het kruis gekruisigd, vermoord, gedood. Dat was de vonnis die ze moesten dragen. Jezus wist wat op hem te stonden was. Zeg ik dat goed? Hij had hem meerdere keren gezien op dezelfde heuvel. Maar er is veel meer dan dat waarom Jezus dit bad. Heer, als het mogelijk is. Als het mogelijk is. Is er een andere manier, Heer, om dit, Vader, om dit te doen? Om de mensen te redden? Dat was zijn vraag. Want hij wist ook, het had een hele grote geestelijke impact op hem.
Hij die heilig was, hij die nooit gezondigd had, moest de zonde en de gebrokenheid van de wereld en de ziekte op de wereld van de wereld op hem nemen. Alles die de duivel heeft aangeraakt en kapot gemaakt en vies gemaakt en onheilig gemaakt, moest hij op zich en in zich opnemen. En hij wist dat dat op hem te stonden was. Te stonden, hoe zeg ik dat? Was waiting for him. Hij wist dat op dat moment dat dat op hem uitgestort was, dat hij onheilig gemaakt of onheilig zou zijn, dat hij een scheiding tussen hem en zijn heilige vader zou komen, dat zijn vader zijn gezicht van hem zou wenden, afwenden, niet meer naar zijn zoon konden kijken. Hij wist, voor de eerste keer zou dat gebeuren. En daarom bad hij, Vader, als het mogelijk is, is er een andere plan? Laat het weten. Maar hij eindigt en hij zegt, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En vrienden, ik denk soms, hebben we niet echt door wat Jezus gemaakt heeft voor jou en voor mij op het kruis. Zijn dood, fysieke dood, was iets die bijzonder was, maar niet zo bijzonder dat andere mensen het niet meegemaakt hebben. Maar wat Jezus moest meemaken op het geestelijke gebied was heel bijzonder. Heel bijzonder. Dat wat heilig was, was onheilig gemaakt voor jou en voor mij. Er was geen andere optie. Er was geen andere manier om de mens te bevrijden, om de mens te redden. Dit was het. Dit was het plan van God. Dit was het plan die zij, de drie eenheid, hebben besproken samen. Op het moment dat de mens voor het eerst gezondigd had. In de tuin van Eden, Hof van Eden. Dit was het plan die besproken was. De eerste keer dat de mens zondigde, verscheende een kruis op de horizon. Wij hebben een plan, wij maken een plan om dit te herstellen tussen mens en God. De Bijbel zegt dat ieder mens, wij allemaal hebben gezondigd. En de loon en de resultaat of de vrucht van onze zonden was dood en is dood in scheiding tussen ons en God. Eeuwig verlorenheid, dat wij gaan voor het eeuwig verloren. Wij denken dat onze redding is dat wij zijn gered uit de grip van de duivel. Dat de duivel heeft geen grip op ons meer. Wij zijn gered van de duivel. Maar vrienden, het is veel meer dan dat. Wij zijn gered van het ervaren van de toren van God. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem of op haar. Rob, het is Paaszondag. Preek iets moois. Geef ons een mooie boodschap over een opstanding. Het komt, het komt. Maar vrienden, eerst moeten wij dit horen. Wij zijn gered en bevrijd als wij in hem zijn van de toren, van de oordeel van God. En dat woord heeft er over de strenge straf, de vreselijke pijn en leid en ellende die klaarstaat voor de mensen die Jezus niet willen aannemen, niet willen accepteren als Heer. Zijn verlossende werk wat Hij voor ons gedaan heeft, als wij dat afwijzen, wat op ons te wachten staat. En wij willen vaak het niet hebben over, wij praten vaak over de hemel, maar hoe vaak praten we over, er is ook een hel. Er zijn twee plaatsen waar wij ons terecht gaan komen. Er is een hemel en er is een hel. En de hemel is bedoeld voor iedereen en allemaal die Jezus accepteert als Heer en verlossen van hun levens. Maar de hel is bedoeld voor de mensen die dat niet willen doen. En onder het oordeel en toren van God moet verder gaan. Om dit verder uit te leggen wil ik even een stuk lezen. En jullie kunnen je Bijbels pakken. We gaan naar Romeinen 2, vers 5. Romeinen 2, vers 5, en we lezen tot en met vers 11. Maar nee,
U blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. En Paulus zegt, jullie willen jullie niet bekeren. Jullie zijn hardnekkig. Jullie blijven in een bepaalde richting wandelen. En je zegt, ik weigeren om mij om te draaien. Ik weigeren om mij te bekeren. U blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toren van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Als hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. En vrienden, dit is een tegenstelling van wat genade is. Genade is dat wij krijgen wat wij niet verdienen. Dank u, Heer. U bent genadig tegenover ons en ik krijg wat ik niet verdien. Ik verdien de dood omdat ik gezondigd heb. Maar de toren van God komt alleen aan de mensen die het verdienen, omdat zij Jezus willen niet accepteren. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en eer in het leven dat nooit eindigt. Anderzijds zal God zijn strenge straf, zijn toren, laten neerkomen op hen die alleen maar aan zichzelf denken en die in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal vreselijke pijn en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor alle andere mensen. Maar ieder die het goede doet, zal door God worden verhoogd en vrede ervaren. En het is mijn gebed voor ons allemaal vanochtend, dat wij de vrede van God zullen ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden, maar eveneens voor alle mensen. Voor God zijn alle mensen gelijk. Even een stukje voorlezen die ik las van de week. En ik vond, deze is zo krachtig. En ik ga je vragen om even heel aandachtig te luisteren. Gods toren is geen boze, wraakzuchtige, hatelijke vergelding tegen degene die hem hebben beledigd. Belangrijk om dit mee te nemen. Het is eerder zijn rechtvaardig oordeel over degene die kwaad doen. God is rechtvaardig en hij zal ons oordelen volgens zijn rechtvaardige maatstaf. Gods toren tegen zondaars is niet anders dan het geven wat zij verdienen. Gods toren en oordeel zijn functies van zijn liefde. Ik las dit en ik dacht, huh? Gods toren en oordeel zijn functies van zijn liefde. Wij zouden geen God willen die niet rechtvaardig was. Aan het kruis zien wij de combinatie van Gods liefde en toren samenkomen in één persoon in Christus, uitgestort op Christus op Golgotha. Daar is waar Gods liefde en gerechtigheid elkaar ontmoeten in hem. En dus, terwijl Gods gerechtigheid een antwoord is op de zonde eiste, omdat wij een God van gerechtigheid willen, voorzag zijn liefde in de oplossing. Deze twee dingen, als wij over de toren van God hebben, moeten wij over de liefde van God hebben. En als wij over de liefde van God hebben, moeten wij ook over de toren van God hebben. En die komen samen in één persoon, in één moment, in Jezus Christus. Voor degene die in Jezus zijn, en dat klinkt misschien als taal die sommigen niet begrepen. In Jezus betekent dat hij heeft ons zonde vergeven. Wij zijn bij hem geweest. We hebben hem gevraagd om, Heer, vergeef mij mijn zonde. Ik beleid mijn zonde. Wilt u Heer van mijn leven zijn? En dat gaat over bekering. Bekering zegt, ik draai mij om en ik wandel in een andere richting. Voor degene die in Jezus zijn, zijn wij gered. Wij zijn veilig. Wij zijn vrijgesteld van het oordeel in de toren van God. En vrienden, this is good news. Dit is goede nieuws. Het kruis van Christus heeft ons voorzien van vrijstelling van het oordeel van God. Wij zijn vrijgesproken. Wij zijn vrijgesproken. The cross has provided a solution
to my sinfulness. 1 Thessalonians 5 vers 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. En dit is belangrijk. Als wij zijn toren ooit gaan ervaren, het is omdat wij hebben daarvoor gekozen. Wij zijn niet bestemd voor de toren van God, maar tot het verkrijgen van de zaligheid of de redding van God door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Samen met hem. Romeinen 5, vers 8 tot en 10. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. God bevestigt zijn liefde voor jou. Daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog in ons misdaad leefden. Toen wij nog vijandig tegenover God opstelden. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed die op het kruis uitgestort is, door hem behouden worden van de toren van God. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij nu verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Wat een boodschap is dit. What a message. Toen waren wij vijanden van God. Nu zijn wij zonen en dochters van Allerhoogste. Wij worden vrienden van God genoemd. Ben jij een vriend van God vandaag? Ben jij een zoon of een dochter van God vandaag? Als niet, er is een gelegenheid vanochtend om bij het kruis te komen. Deze symbool van het dood van Jezus, wat hij moest meemaken om ons te verenigen, om een relatie tussen ons en God te herstellen. Als jij gezondigd hebt, en dan is het niet een als, we hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal tegen Gods wet gezondigd. We hebben allemaal God teleurgesteld. En wij verdienden de dood. Een eeuwigheid zonder God. Maar Jezus door het kruis en door zijn liefde en omdat hij rechtvaardig is, hij kan de zonde niet zomaar laten gaan. Dat moest een plan zijn om met onze zonde in onze eigen wijsheid te dealen. En zijn plan is dit. Het is het kruis. Het is verschrikkelijk, maar het is mooi. Vandaag vieren wij zijn kids. Wij zijn de kids van God. Wij vieren zijn opstanding. Wij vieren de opstanding van Jezus uit zijn graf dat hij weer tot leven is gekomen. Er is geen andere die is uit zijn graf opgestaan dan Jezus. Of door Jezus. Geen andere religie kan vertellen over iemand die uit de dood is opgestaan. Boeddha in een graf. Mohammed in een graf. Elke hindoe god, als er gebaseerd is op een mens in een graf. En de rest zijn gewoon demonen. Jezus, God, mens, is uit het graf opgestaan. Uit het graf opgestaan. Vrienden, zonder de opstanding van Jezus is er geen redden en is er geen redding. Zonder de opstanding van Jezus is er geen vergeving van zonde. Wij gaan verloren in onze zonde als hij niet heeft opgestaan. Zonder de opstanding van Jezus is er geen hoop op een eeuwig leven. 1 Korintiërs 15 vers 3. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, zegt Paulus. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en hij is weer op de derde dag opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Petrus en vervolgens aan de 12 leerlingen. En vers 16 van datzelfde tekst. Immers,
als de doden niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. En ik kan omdraaien. Als Christus niet opgewekt was, zullen de doden ook niet opgewekt worden. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. En bent u dan nog in uw zonden? Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, is ons geloof en alles die wij geloven, in alles waarvoor wij onze levens hebben gegeven, het is zinloos. Dan zou ik zeggen, kom volgende week niet naar de dienst. Het is zinloos om samen te komen. Het heeft geen zin. Wij zijn nog dood in onze zonde. Maar omdat Hij ons opgewekt heeft en omdat Hij leeft, heeft Hij ons opgewekt. En vrienden, dat is de reden om te vieren. Dat is de reden om Hem te aanbidden. Dat is de reden om Hem te danken. Dat is de reden dat ik mijn leven voor Hem geef. Dat is de reden waarom ik dagelijks mijn eigen kruis op mijn eigen rug optillen. En ik ga door het leven, door het mooie en het moeilijke. Want Hij leeft. Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, is er hoop dat wij ook uit de dood zullen opstaan. Wij zijn ooit bij een begrafenis geweest. En de dominee zei in de zaal, het was een moeder van een vriendin van ons. En de dominee zei tegen ons en tegen de familie, ik weet niet waar hij en zij is gegaan. Terwijl zij haar hele leven aan God heeft gegeven. In dienstbaar was in de kerk. En de dominee zei, ik weet niet waar zij is gegaan. Wij kunnen dat niet weten. Ik zelf weet niet waar ik heen ga, zegt hij. We moeten weten aan de andere kant hoe God onze werken gaat oordelen. En ik dacht, dat is geen boodschap van hoop. Hoe kan het zijn, er ben je begraven als je zegt, ik weet niet waarheen zij gegaan is als zijn kind van God was. Ze heeft haar leven aan God gegeven. En de dominee, for goodness sake, zegt, ik kan het ook niet weten. Wat voor hoop geeft het dan de mensen die dat horen? Ik vond het zo triest, ik wil bijna huilen en nog. Al deze jaren later, als mensen dat evangelie prediken, want dat is geen evangelie. Dat is geen goede nieuws. Het goede nieuws is dat Jezus is voor mij gestorven, dat ik hoef niet te sterven. Jezus is voor mij gestorven en Hij is opgestaan, dat ik met Hem kan opstaan. Dat ik een eeuwige leven met Hem mag hebben. That's the gospel. That's good news. In een online enquête, mensen waren gevraagd wat hun grootste angsten waren. En deze kwam van een vrouw, die heet Lene uit Zweden. En zij zegt, mijn grootste angst is de dood. Dat ik de controle over het belangrijkste dat wij hebben, het leven, zal verliezen. Haar angst was dat zij zou sterven en de controle verliezen over haar leven. En dat is wat het betekent, vrienden. Het gaat gebeuren. Het moment dat je doodgaat, je verliest. Je verloort het controle over je leven. Maar weet je wanneer dat voor mij en voor de meeste van ons is gebeurd? Het is niet het moment dat dit lichamelijk sterft. Het is op dat moment dat ik een keuze maakte van Jezus. Daar stierf ik. Dat was het moment dat ik de controle over mijn leven was kwijtgeraakt. En nu leef ik in een... Ik leef in leven. Ik heb geen angst voor de dood. It's been dealt with. It's been dealt with. Hoe staat het bij jou als je denkt over de dood? Is er een angst in jou die opkomt? Wat gaat met mij gebeuren? Ben ik behouden? Ben ik gered? Vrienden, vandaag laat. Gaat deze ruimte niet uit tot je het weet. Totdat je weet dat je weet dat je weet. En soms, wij geven ons leven aan Jezus. Wij maken een keuze om Hem te volgen. Maar blijf dat twijfel. Ben ik echt gered? Moet ik nog dingen doen om gered te zijn of gered te blijven? Nee. Je kan helemaal niks doen. Het is gedaan op het kruis. Jij moet alleen dit accepteren en aannemen in je leven. En dan elke dag passen wij dit toe. Ik ben behouden. Ik ben gered. Er is niks die ik kan doen om mijn redding te verdienen. Ja, elke dag kiezen wij om Hem te behagen. En ja, soms zondigen wij nog, maar we hebben een redder. We hebben iemand die ons vergeeft. Ben jij ervan overtuigd dat je bent behouden voor de eeuwigheid? Of is er nog een angst in jouw hart
Wat als mijn ogen voor het laatste keer dichtgaan? Wat zal dan met mij gebeuren? Vrienden, ik wil vandaag zeggen, er is hoop. Er is hoop voor jou. In Korintiërs 15, vers 54. De dood is opgeslokt en overwonnen. I love that. De dood is opgeslokt. It's swallowed up. Gone. Jezus heeft de dood, dat was de beker die hij moest drinken. Hij heeft de dood opgeslokt in die beker. Hij heeft de dood op dat moment overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Vragen die worden gesteld, niet omdat wij een antwoord op moeten hebben. Het is een beetje bij spotten. Wij maken een beetje, hoe zeg je dat? Ja, we hebben bespot in de graf. Waar is je dood? Het heeft geen kracht meer. Waar is de prikkel? Het bestaat niet meer. Door één man, door Adam, in het Hof van Eden, is de dood, de zonde in de dood, de wereld binnengekomen. Maar door een andere man, de tweede Adam, Jezus. Jezus Christus, is de kracht van de zonde gebroken. En de macht van de dood is overwonnen. Door één man is de zonde en de dood de wereld binnengekomen. Door een andere man, in één klap, heeft Jezus met de macht en de kracht van de zonde gedeeld. En met de dood gedeeld. En wij zeggen, amen. Thank you, Lord. Jezus zegt aan zijn discipelen in Johannes 14. Wees niet ongerust. Wees niet bang. Laat uw hart niet in beroering raken. Maar vertrouw op mij. En vertrouw op God. Plaats je geloof, je vertrouwen op God en op mij. Laat je hart niet in beroering raken. En ik, soms mijn gedachten komen in beroering. En ik denk, ik zit wat als dit, dat. Maar als het in je hart zit, is het nog veel dieper soms. Veel erger, je emoties, je zijn. Laat je hart niet in beroering raken. Laat de vrede komen. Plaats je vertrouwen op hem. En vrienden, er is een boodschap vanochtend van hoop. We hebben het over de toren van God. We kunnen niet over de liefde van God hebben zonder om over de toren van God te hebben. Maar we willen niet onder de toren van God komen. Maar het is jouw keuze. Jouw keuze. En God geeft ons de vrijheid vanochtend om te kiezen. De opstanding van Jezus is een bewijs aan ons dat wij hoop hebben. En het is niet een hoop die de wereld heeft, 50-50. Gaat het gebeuren, gaat het niet. Ik hoop dat het weer goed is morgen, maar ik denk het niet. Opstanding van Jezus geeft ons een zeker weten. Omdat het bij hem gebeurd is, zal het bij ons gebeuren. Dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, wekt ons uit de dood. Het schiet ons niet tekort. Het gaat ons niet falen. Zelfde geest in Jezus is in mij en is in jou. En ik sluit met een tekst. 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Heb je hoop vanochtend? Heb je een zeker weten in je hart en in je ziel dat je bent behouden? Je hoort bij hem. Er is een eeuwigheid die op jou te wachten staat. Dat als vandaag jouw ogen voor het laatst dichtgaan hier op aarde, dat moment dat ze weer opengaan, je zal hem zien. En wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel en onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Vrienden, wij leven in het hier en het nu. Maar dit is niet waarom en waarover het draait. Als ik denk aan mijn voorgangers, mensen die zijn
voor mij gegaan. Mijn opa en overgroots en overopa, overgrootopa. Ze hebben allemaal hun tijd gehad. Nu het is mijn tijd. Ik leef nu. En ik heb het vermogen om voor hem te kiezen. Om voor Jezus te kiezen. Jij hebt vandaag een vermogen en mogelijkheid om voor Jezus te kiezen. Als het niet gebeurd is, of je bent onzeker over jouw redding, dat je bent gered, dat de toren van God niet voor jou bestemd en bedoeld is. God wil niet dat één persoon verloren gaat. Dat is wat zijn woord zegt. Niet één. Niet één. Dat betekent ook voor jou. En hij laat zijn liefde voor jou zien. Dat jij vandaag voor een kruis mag zitten en herinnerd worden dat hij heeft de prijs voor jou betaald. En je hoeft het zelf niet te doen. Dat is de genade. Het is de gratis gift van God aan jou en voor mij. Dus we gaan staan en gaan de band roepen om naar voren te komen. En we gaan deze grote, geweldige God aanbidden. Hem loven en hem danken voor wie hij is en wat hij gedaan heeft in onze levens. En voordat we gaan zingen, gaan we voor ons bidden. En ik ga jullie vragen om even je ogen dicht te doen. En laten we een reactie geven op wat gezegd is vanochtend. Ik geloof het is een belangrijke boodschap voor ons allemaal. Even je ogen dicht doen en denk over je eigen leven. En hoe staat het tussen jou en God? Is er vrede tussen jou en God? Of is er onrust? Of misschien stel je je vijandig tegenover God. God roept ons allemaal en hij roept jou vandaag. Om met hem en voor hem te gaan leven. En Vader, ik bid voor ons, als de mensen in deze zaal zijn vanochtend, die een keuze wil maken. Om te zeggen, ik ben het zat om voor mezelf te leven. Heer, wil een keuze maken, Heer, om voor u te gaan leven. En misschien, ik weet niet wat dat voor me betekent, maar ik weet, Heer, dat ik een zekerheid wil hebben, dat er een hoop ook voor mij is, voor mijn toekomst. Want ik weet, Heer, dat dit leven hier is tijdelijk, maar er komt na deze een eeuwigheid. En Heer, ik wil niet verloren gaan. Ik wil niet onder uw toren in eeuwigheid ingaan, Heer. Ik wil met u zijn. Ik wil uw liefde en uw genade en uw barmhartigheid ervaren mijn leven. Vrienden, als dat u is vanochtend, ik ga je vragen om een reactie te geven aan God. Nodig hem uit om in jouw leven te komen. Nodig hem uit om door te zeggen, Jezus, ik wil u leren kennen. Ik wil u vragen om mij zonde te vergeven. Ik wil mij bekeren. Ik wil mij omdraaien. Ik wil een andere richting gaan wandelen. Ik wil voor u leven, Heer. Wilt u mij opnieuw geboren worden doen, Heer. Dat is een werk van zijn geest in ons. En vrienden, voor de rest van ons, als je niet het zeker weet, en je hebt het ooit gedaan, ik vraag dat de Heilige Geest jou een overtuiging zal geven. Je kan het niet uit jezelf doen. Je kan het niet door eigen werken doen. Trust Him. Vertrouw op de Geest in je leven. Strek je uit aan de Heilige Geest die je de kracht geeft. Openbaring geeft die nodig is in onze levens. Vandaag is een nieuwe dag. Today is a new day. Een nieuwe dag. Gisteren was gisteren. Vandaag is vandaag. Het is een nieuwe dag. Maak keuzes voor een nieuwe dag. Laat achter wat achter je is. Kies voor vandaag en kies voor morgen. Dat is het boodschap die van hem komt. En Jezus, wij willen u aanbidden en u danken voor wat u gedaan heeft. Wat een wonder, Heer. Wat een wonder, Heer, dat u koos daarvoor om het kruis te blijven hangen. Voor mij. Voor mij. In Jezus' naam.